Hoi en welkom weer op mijn kanaal. Leuk dat je er weer bent. En natuurlijk een Happy New Year! Ik weet niet of dat nog mag, officieel, zeg maar. Dus het is toch een regel dat je tot een bepaalde tijd iemand een Happy New Year mag wensen. Maar ach, weet je, ik wens je nu gewoon een Happy New Year, want dit is mijn eerste video van 2016. En ook Happy New Hair! Ja, ik had dus van dat haarkrijt in mijn haar gedaan. En het moest dus een beetje goudachtig zijn, maar het was meer gelig. En op camera zag het er ook niet goed uit. Maar ik had geen zin om het er helemaal weer uit te halen en om mijn haar weer helemaal los te maken. Omdat mijn haar net goed zat. Dus zo ja. Als je trouwens nieuw bent op mijn kanaal, doe dan even een duimpje omhoog. Vergeet je natuurlijk niet te abonneren op mijn kanaal. Want dan zien we elkaar natuurlijk elke video weer terug. En dat willen we natuurlijk. Zoals een bekende talkshow host wel eens zegt. I am a woman and I am allowed to change my mind. Ik ben een vrouw en ik neem even van de gelegenheid gebruik om van gedachten te veranderen. Want ik heb begin vorig jaar een hele video gemaakt over dat ik dingen anders wil doen. En niet alleen over haar wil praten of haar video's wil maken. Dat zei ik heel pretentieus. En kijk maar nu, ik heb nog niet zoveel nieuwe dingen gedaan als die ik wil. Maar ik ga wel weer een beetje haar toevoegen aan mijn kanaal. Vandaag begin ik met een korte introductie in mijn, laten we het dopen tot de Kroes Haar series. Omdat ik ook wat andere video's ga maken. Maar dat deze video's de Kroes Haar video's worden. En in de Kroes Haar serie deel 1, die begint vandaag, wil ik het met je hebben over mijn haarverhaal. Ik ben, even kijken, ik denk in de zomer ben ik te gast geweest bij Gwen van Hair Crush NL. Ben ik te gast geweest en heb ik het al even kort gehad over mijn haarverhaal. Maar ik dacht, weet je wat, ik kan ook een beetje nog wat details erbij vertellen over, ja, mijn haarverhaal. Oké, laten we bij het begin beginnen. Zoals tante S altijd zegt, wie is je vader, wie is je moeder? Wel, die vraag slaan we over. Maar laten we bij het begin beginnen. Het was zo stom. Laten we bij het begin beginnen. Toen ik klein was, werd ik altijd een dogla genoemd. Omdat mijn haar zogenaamd zacht was. Vergeleken met echt kroeshaar. Dat was met wat mensen dan zeiden van dat zij echt kroeshaar hadden. Dat ik een dogla was. En dogla is eigenlijk een Surinaamse term voor een gemixt iemand. Of iemand met een bepaalde soort huidskleur, een bepaalde soort haarstructuur. En mijn haarstructuur van een dogla is dus... met een lossere krul dan met iemand die wat dichtere krul heeft. En ik ben opgegroeid in een tijd waar het minder normaal was om je eigen haar met trots te dragen. Dus ik groeide op in een tijd waar mensen curly zetten, waar mensen hun haar gingen pressen, relaxen, weef droegen. Alleen zag de weef er niet altijd zo goed uit als tegenwoordig. Pruiken droegen. Ja, en dan was ik er. Met mijn eigen haar. En dat was een tijd waar ik niet altijd even blij was met mijn haar. En ik weet nog dat ik mijn moeder vroeger echt heb gesmeekt om die relaxer of die curly of iets. Of zet nepvlechten, doe iets. Maar ik wilde nooit mijn eigen haar dragen. Maar mijn moeder hield stug vol, weet je. Ik mocht nooit relaxen. Ik mocht sowieso nooit mijn haar stylen. Dat is echt pas toen... 13, 14 of zo mocht ik voor het eerst mijn haar feunen en laten tangen bij de kapper. Dat was echt wow, dat mocht. Was echt zo vissa, feestje, alles. Maar ik heb het dus echt heel lang niet gemogen. En ik weet nog dat ik echt zo die pressure van alle donkere meisjes om me heen of donkere vrouwen om me heen op school, gewoon in de maatschappij, tv, familie. Zag ik altijd de dames met hun haren in die krulletjes. Ook al waren ze super vettig, weet je wel, die curly krullen. Het was alsnog, weet je, als het los was, zag je het wel zo bewegen. Als je die meisjes met relaxer, ook al was het stijf, dat je het zeg maar zo in een staartje kon maken. En zeg maar zonder een staartje kon maken, zonder elastiek. Als je het zo vast had, dat het gewoon zo bleef staan. Het maakte mij niet uit, ik wilde het gewoon hebben. Ik weet nog dat ik echt ideeën had, fantasieën had van mezelf. Met een lange, wapperende weef. Ik weet het nog. Oh mijn god, zo erg. En ik weet ook nog dat ik toen heel graag een beugel wilde. Ik heb nooit een beugel gehad. En ik weet nog dat iedereen een beugel had rond een bepaalde leeftijd. En toen dacht ik, oh mijn god, ik wil ook een beugel. Zo erg eigenlijk.
Terwijl nu heb ik zoiets van, oh, blessed dat ik geen beugel nodig had. En bless my mom for never allowing me to have a weave or a relaxer of wat dan ook. Daar ben ik nu zo blij mee, ongelooflijk. Maar goed, toen de tijd was ik dus een beetje het rare eentje en toen het vreemde eentje. En toen was het voor mij heel erg moeilijk, omdat ik anders was dan de rest. Ik ben nog de Black Annie genoemd, omdat mijn haar, weet je, op een gegeven moment was ik dan wel blij met mijn haar, ging ik het losdragen. Maar toen was alsnog het niet zo geaccepteerd om je haar natural te dragen. Dus ja, toen was het alsnog wel moeilijk. Dus ik droeg het wel steeds meer met trots van binnenuit. Maar alsnog van buiten kreeg je allemaal van die figuurlijke klappen dat men het niet mooi vond. Dus dat was wel moeilijk. Maar ik ben wel blij dat ik zeg maar een sterk support system in mijn moeder en in mijn oma had wat dat betreft. Die hebben me altijd gewoon verteld dat het mooi was en dat ik mooi ben, dat mijn haar mooi is en dat het niet raar is. Dus bedankt daarvoor. Eigenlijk ben ik niet zo'n avonturier geweest. Of überhaupt nu wat betreft mijn haar. Ik heb altijd in mijn hoofd wel dingen gewild. Dus de dingen ermee willen doen. Maar ik heb het maar één keer geverfd. En dat was dan voor een haarshow waar ik aan mee zou doen. En ik weet nog dat ze mijn haar toen hier een beetje roodbruin had. En hier een beetje roodbruin. En hier in het midden was het dan blond. En ik weet nog dat ik thuis kwam. En ik was toen als... Hoe oud was ik? Misschien 17 of zo. Toen kwam ik thuis. Vet laat thuis van de kapper. Want ze had echt super lang over gedaan. En ik wist dat mijn moeder niet blij zou zijn dat ik zo laat thuis zou komen. Plus mijn haar was geverfd. Waarvan ik al eens van... ik weet niet of mijn moeder dit oké gaat vinden. En toen kwam ik thuis aan. Wel, mijn moeder was niet blij. Dus dat is zeg maar het grootste avontuur dat ik ben begaan. Wat mijn haar betreft. En een ander groot avontuur was dat ik één keer per ongeluk een chemisch spul in mijn haar heb gehad. En dat was dan zeg maar, ik was bij de kapper, gewoon mijn vaste kapper toen in tijd. En toen was er een kappersleerling, die ging toen mijn haar doen. Ik was toen nog niet zo mondig. En dat meisje was best wel ruw met mijn haar. En vervolgens was ze het dus aan het uitfeunen, kan ik me nog herinneren. En ik weet dat mijn kapper ging vervolgens mijn haar tangen. En een paar dagen later werd mijn haar nat. En daar baalde ik heel erg van, maar oké, het kan gebeuren. Dus het stylen was eruit en ik dacht van, weet je wat, ik ga het gelijk wassen. Maar op het moment dat het nat werd, stonk het heel erg. En ik dacht van, waar komt deze geur vandaan? En het rook een beetje chemisch, ook nog eens een keertje. Dus ik ging mijn haar wassen. Ik weet nog dat ik in de badkamer in de douche mijn haar stond te kammen en zo, weet je, altijd als je je haar kamt na het stylen en onder de douche, dan komen die krullen vanzelf wel weer terug. Vervolgens kwamen mijn krullen niet terug en het bleef maar stijl, voornamelijk hier achterin. En ik weet nog dat ik aan het kammen was en op een gegeven moment kwamen er gewoon plukken haar mee. Dus dan heb ik gegild naar mijn moeder, mijn moeder kwam weer boven, toen ging zij de rest van mijn haar wassen en kammen. En uiteindelijk was hier achter was het echt zo kort geworden. Wat bleek? Waarschijnlijk had ze dus keratine in mijn haar gebruikt. Toen was het nog nieuw op de markt. Niet iedereen wist nog hoe ermee om te gaan. Kan je nagaan. Laat staan dat er mensen wisten hoe ze echt met het natuurlijk haar om moesten gaan. Behalve dat ze het gewoon moesten wassen, knippen, feunen, tangen. Klaar. Mensen wisten niet echt om te gaan met natuurlijk haar. De black hair kappers, helaas. De Europese kappers al helemaal niet, maar... Dat is weer een volgend verhaal. Over Europese kappers gesproken, by the way. Daar heb ik ook nog wel een verhaaltje over. Want ik weet nog dat ik toen ik denk misschien 10 jaar was. Toen ben ik dus 1 keer in mijn leven naar een Europese kapper gegaan. Dus een kapper voor Europees haar. Oh, mijn god. Ik denk dat iedereen wel mee kan praten over dit soort haarfills van vroeger, weet je. Dat je met goede hoop naar de kapper gaat. En... tranen met tuiten terugkomt. Gewoon omdat je denkt, wat de... Oké. Dus ik ging naar de kapper om even snel mijn haar te laten punten. En ik kwam eruit en mijn haar was... ik denk wel 10 centimeter korter dan waarmee ik binnenkwam. En die vrouw bleef bij hoog en bij laag gewoon beweren dat mijn punten echt zo dood waren. Dat er zoveel af moest. Maar tot op de dag van vandaag denk ik... I'm sure dat mijn haar niet zo dood was. Daarom doe ik het nu gewoon zelf. Ik ben nu al zo lang niet naar de kapper geweest. Ik doe mijn haar nu al zo lang zelf. Misschien een beetje uit angst voor de kapper ook. Omdat er gewoon op een gegeven moment gewoon te veel slechte ervaringen waren. Dat ik dacht, weet je, I'm gonna do it myself.
Nu is het alweer 2016 en we genieten al een paar jaar van de Natural Hair Movement. En ik ben ontzettend blij dat die movement er is, want ook ik leer er ontzettend veel van. Omdat er natuurlijk jarenlang niet veel om handen was voor mensen die hun haar gewoon natuurlijk droegen. Heel veel mensen gebruikten producten als Dux of producten van Palmers. En in principe heeft het al die jaren gewoon goed gewerkt, maar hoe meer je leest en onderzoek doet naar bepaalde ingrediënten, denk je toch van, misschien laat ik die producten gewoon voor wat ze zijn. En ga ik over naar andere producten, iets natuurlijke producten. En dat is ook wat ik nu met name gebruik. Ik kan je misschien wel laten zien, zeg maar, mijn standaard producten kan ik je in een andere video wel een keertje laten zien. Ik hoop van harte dat de Natural Hair Movement, dat het geen, laten we zeggen, geen trend is, maar dat het iets is dat van generatie op generatie op generatie wordt doorgegeven. Omdat ik denk ook wel dat dat zo is, omdat haar zoveel betekent voor, zeg maar, de zwarte gemeenschap. Ik, zeg maar, de Natural Hair Movement zie ik als meer dan, zeg maar, iets dat alleen over haar gaat. Het gaat ook over identiteit. Sommige mensen zien het nog niet zo, maar ik denk dat het op een gegeven moment wel gaat komen. Maar het gaat ook over identiteit, community feeling, zeg maar knowledge, kennis met elkaar delen. Dus ja, ik ben er echt ontzettend blij mee. Ik heb deze vraag al eens eerder gehad, vaker gehad, heel vaak gehad. En dat is de vraag of ik, eigenlijk twee vragen heb ik heel vaak gehad. De eerste vraag is wat ik nou vind van weaves en relaxers en pruiken. En de tweede vraag is of ik het zelf al eens heb gehad. Iets van pruiken of weave of wat dan ook. Nu heb ik wel vaker van die twists gehad. Met de Marley braid hair heb ik mijn haar vaker getwist. Bijvoorbeeld als ik op vakantie ga of als ik even tentamenweek heb of wat dan ook. En ik heb even geen tijd om iets aan mijn haar te doen. Dan zet ik dat haar wel eens. En ik heb wel eens paars haar gehad. Volgens mij heb ik daar wel eens 1 of 2 video's heb ik daar een keer mee gemaakt. Dat was van dat ombre hair. Was hier zwart en hier paars. En ik vond het helemaal geweldig. En mijn oorbel zit los. Dus dat heb ik wel eens gehad. Maar ik heb nog nooit een pruik gedragen. En ik heb nog nooit een weave gedragen. Ik heb er wel over nagedacht. In het begin van mijn blogtijd heb ik er ook artikelen over geschreven. Over van, zal ik ooit weave dragen? En wat voor weave moet ik dan dragen? Jongens, laat het me weten. Ja, dus ik heb er wel over nagedacht. Maar nu, ik weet niet. Nee. Het is een beladen onderwerp. En ik ga graag met je in discussie erover. Heel erg graag zelfs. Maar ik voel de vibe niet om een pruik te dragen of om weave te dragen. Nee. Ik hoor natuurlijk heel erg graag hoe jij de afgelopen paar jaren hebt beleefd. En hoe dat voor jou was. Je haar en de natural hair movement. Heb je er iets mee? Heb je er totaal niks mee? Ken je bijvoorbeeld de term natural hair nazi's? Zeg maar, weet je, please enlighten me. Wat vind jij daarvan? En deel gewoon even je story met me. Want ik vind het super interessant om te lezen en om te horen. En ook gewoon of je bijvoorbeeld ook vindt dat haar meer dan haar is. Of totaal niet, weet je. Dat soort dingen. Ik vind het gewoon cool om over te hebben. En ik zie je graag terug in de volgende Kroes Haar serie video. En anders in een andere video. Dankjewel voor het kijken. Abonneer je natuurlijk ook op mijn kanaal. Geef deze video een duimpje omhoog. Ik kom niet meer aan mijn woorden, dus ik denk dat ik moet stoppen. Ik dank je voor het kijken en ik zie je de volgende keer weer. Ciao! Ik heb een soort van gekke lijn hier. Maar het lijkt alsof ik zo'n kalkoennek heb. Voilà. Oké. Ik moet even een slokje van mijn lijn nemen. Ik hoor natuurlijk heel erg graag hoe jij de afgelopen paar jaar zeg maar was voor een relatie.